Even hoor, even. Valt een beetje rauw op de maag. Even, hè. Kom wel, hè. Mijn naam is Koos Koets, dat ik zo heet. En ik wou iets zeggen over de koffieshoppies. Want wat zien wij gebeuren? Dat je in alle mogelijke koffieshoppies gewoon naar binnen kan gaan. En dan zeg je, mag ik een cappuccino en geef mij twee zakjes Afghanistan en een plakje Marokkaanse. En dan krijg je zo, hup, cappuccino en wat je maar wil aan geestverruimertjes. Nou is dat natuurlijk op zich wel mooi, omdat wij daar ook voor hebben gevochten dat het een beetje uit de criminele sfeer werd gehaald. Ik bedoel, als wij wisten dat er ergens zoiets in die geest was te scoren, dan fietsten we uit op een fiets met bij wijze van spreken houten banden naar Delft op en neer om wat in huis te halen. En dan ging je bellen, jongens, Koos, heb wat. En dan kwam je bij elkaar, weet je wel. Ja, de spanning van waar hebt hij het vandaan? En het mocht eigenlijk niet, dus je telefoon werd afgetapt, dacht je dan. Als er aan de deur werd gebeld, dan gauw de hele handel in de play, weet je wel. Doortrekken, weg. Nee, niks agentje, niks aan de hand. Dus dat gaf aan het geheel een hele romantische spanning, gaf dat. Waardoor je eigenlijk al behoorlijk high was voordat je überhaupt begon te blowen. Je had dus aan zo'n stickie had je genoeg om volledig door het dak te gaan. Maar nu je dus overal zo naar binnen kan lopen in die koffieshoppies en het gewoon kan kopen, dat niemand meer achter je vol zit. Is dat dus een stuk minder. Ik bedoel, het is nou helemaal niet meer zo dat ze komen van Koos, heb je wat? Je ziet nooit meer iemand, want ze halen het gewoon zelf in al die koffieshoppies. Dus die spanning die is er af. Dat is jammer, vind ik, want ik rook nou momenteel niet hoor. Een beetje, af en toe een beetje clean, weet je, een weekje ertussendoor. Maar ik moet dus zo'n kanon draaien, wil ik überhaupt nog een beetje stoned worden. Dus, dat vind ik jammer. Wij hebben daarvoor gevochten. Maar het is nou weer de andere kant doorgeschoten. En nou wordt het de jongelui wel heel erg makkelijk gemaakt. Dus hoe spannend en lekker het kan zijn, dat weten ze eigenlijk niet meer. Zo zie je dat dus eigenlijk elke keer overnieuw de revolutie zijn eigen kinderen oprook. Nou, dat is wel jammer. Ja, ik ga het er nou uit, want het is al aan de kleine kant hier. En die kast die valt bovenop me. Ik word er een beetje pijn er niet van hoor. Ik knok. Ik kap ermee hoor. Wel een beetje te gek hoor, hier. Kan die deur open? Hè? Kan die deur open? Jezus, kan die deur ook niet meer open. Oh, gelukkig, ik schrok maar. Laatste dag zit ik vast in die kast, daar kom ik helemaal nooit meer uit. Maar ik kom zeg, ga je wel in niet zo'n relaxte situatie in die kast, ja. Voor mij moet het wel lekker op mijn kamertje, weet je wel.